Hallo iedereen, welkom in deze reading waarin dat we eens gaan kijken wat dat de thema's zijn voor tweelingvlammen die in scheiding zijn en zonder communicatie. Dus natuurlijk heb ik het niet over telepathische communicatie, maar dus over geen 3D communicatie, op welke manier dan ook. Dus wat zijn de schaduwen dat deze tweelingvlammen of deze groep zielen nu tegenaan lopen of mee aan het werken zijn? Oké. Ik hoor nee, dus dan doen we dat niet. Oké, die was het. Dan hebben we de ster, potentieel, succes, happy endings, promising beginnings, empress, development, growth, abundance and productivity. En ondersteboven, healing, service to others. Ja. Dus het eerste wat ik hier ook heel hard voel is dat beide partijen eigenlijk bezig zijn met een verdere healing. Healing in die zin dat het zich nog niet richt ten aanzien van missie en anderen en op die manier. Maar echt gefocust is op de vrouwelijke energie in zichzelf verder te gaan ontwikkelen. En zodanig dat ze in staat zijn en leren om veel meer overvloed te gaan ontvangen. En wat het heel belangrijker is dat je, zowel of dat je nu de mannelijke of de vrouwelijke energie bent, maar dat je eigenlijk ook succes blijft visualiseren. Dat je blijft een positief gevolg, positieve uitkomst, blijft visualiseren en het eigenlijk zelfs verwacht. Dus dat betekent dat vrouwelijke energie, dat je communicatie mag verwachten van je mannelijke energie. Mannelijke energie, dat als je contact opneemt met je vrouwelijke energie, dat ook positief gaat verlopen. Het gaat misschien niet volledig gaan zoals je nu in je hoofd hebt, maar het gaat wel weer een volgende stap zijn naar iets meer, naar de volgende stap in jullie groei. En ik ga proberen deze kleine kaartjes te schudden. En ze zijn zo klein dat ze soms gewoon helemaal uit je handen lippen. Wat moeten we nog weten bij deze connectie? Oeh. Oh my god. We hebben ruled by materialism. Needing to step it up. En met de judgment card, dat is hier de king of coins. Dus met dingen. Deze blijft er maar uitvloepen. Dus gaan we die ook meenemen. Dat is de lovers, maar omgekeerde lovers. Waarom? Omdat op dit moment de waarden, en dan heb ik het eigenlijk niet zozeer, hier gevoel ik hier niet zozeer over waarden, maar gaat het voornamelijk over die energie die nog niet volledig uitgeleend is. En waar je hier ook die engel precies ziet, zie je hier ook die engel. Dus het is belangrijk dat je eerst in je eigen groei loskomt van materie. Dat je leert om vanuit hoger bewustzijn je leven vorm te geven. En dat gaat dan ervoor zorgen dat je het op een andere manier kan gaan doen. Dus dat je balans gaat creëren in je eigen leven. Ik was aan het kijken en dacht even dat ik niet aan het opnemen was. En wat zien we dan? Ace of Wands, maar ook omgekeerd. Want anders zou het een gepassionele start zijn, maar daar zijn we nog niet. Maar dus, we zien hier wel het teken van Noordnode. Dus dat betekent dat je echt moet en mag gaan focussen op wat dat is dat jij eigenlijk hier te leren hebt uit deze fase waarin dat er geen communicatie is in het 3D. En dus dat je moet alle energie dat je zou willen investeren in die connectie en de dingen die je zou willen doen met jouw tweeling, dat je die eigenlijk op jouw manier, op je eigen, doet met jezelf als het ware. Dus dat jij je beste sekspartner wordt. Dat jij degene bent waar je mee gaat gaan uit gaan eten. Samen naar de film gaan. In de zetel gezellig zitten. Of wat dan ook. En dus inderdaad dat je echt hier volledig geabsorbeerd wordt door jezelf. En daarom ook dat die hermit kaart. Normaal gezien is dat geen goed idee. Maar hier is echt een goed idee. Want het sluit gewoon aan met hetgeen wat ik daarnet gezegd heb. Oké, en als je dat gaat doen, wat gebeurt er dan? Eens kijken wat we dan krijgen. Dus als je helemaal dat gedaan hebt, jezelf helemaal geabsorbeerd in jezelf, gekoekoend in met jezelf, lekker gegeten, wat dan ook, dan ga je zien dat je heel veel beperkende overtuigingen gaat kunnen loslaten. Ik dacht ook dat die andere groep dat ook had. Dat is gewoon ook een ding, hè. A lack of ideas.
En heeft dat te maken ook met die zwaarden. Dus eigenlijk je gedachten moet je leren op een andere manier gaan gebruiken. En mentally strong. Ja, want de bedoeling is van heel die fase hier, dat je eigenlijk krachtig wordt. En dat is eigenlijk niet alleen van deze fase, maar eigenlijk is het met alle obstakels zo. Wanneer we obstakels krijgen, dan is het omdat we gewoon krachtiger zouden worden. Omdat we gewoon sterker zouden worden in het zijn of aanhouden en het uitstralen van een bepaalde energie. En dus in dit geval is het eigenlijk die Queen of Swords. Dat je jouw mening kan geven, maar vanuit liefde en vanuit respect. Niet vanuit een vervormde energie. Wat staat er omgekeerd? Devoid of emotion. Ja. Dus dat je niet de emoties gaat gaan vermijden, maar dat je eigenlijk ze leert gaan gebruiken op een goede manier. We gaan eens zien met een ander tarotdek waar er nog extra boodschappen zijn. Wat zijn er nog extra boodschappen voor dit dekking, voor deze groep? Wat zijn dan de extra... Oké. Dan krijgen we de Ace of Wands. Met de Empress omgekeerd en de Sterkaart. Kijk, hier Sterkaart, hier opnieuw. Dus focus echt op dat passionele begin. Focus op wat dat het is dat jou tot jouw hart spreekt. En dan ga je in staat zijn om alles wat je ziet en voelt. En vooral ook... je eigen divine vrouwelijke energie, dus je geheel de vrouwelijke energie, te gaan gebruiken om die empress te worden. Het is zo mooi om die kaarten te zien hoe dat het gewoon terugkomt. Hier, die star, empress. En dat is, wat was ook alweer, healing. En dat is die passioneer nieuw begin. Die hadden we hier ook in een van die andere korte kaartjes. Hier, Ace of Wands, dat is dezelfde. Dus... Het is gewoon een herhaling, ook een ander dek, maar het is gewoon een herhaling van de boodschap. Dus ga daar binnen, focus op jezelf, blijf positief over je connectie, want het gaat uiteindelijk een positief passioneel vervolg zijn, en een einde, en een nieuw begin, en wat dat gewoon wel zeggen. Maar het is belangrijk om eerst die eenheid in jezelf te creëren, dus die mannelijke en die vrouwelijke energie eerst in jezelf te creëren. Dat gaat op zich dan weer gespiegeld worden, en dan uiteindelijk die mannelijke energie in je leven brengen. Wat zijn de boodschappen voor deze groep zielen? Adem hoor ik, wanneer ik blijven ademen, goed in- en uitademen. Ja, ik hoor, dit is het. En dan hebben we 1, 2, 3 kaarten. Luister niet naar andere mensen, maar vertrouw jezelf om de waarheid te weten. En dat is een hele belangrijke, want dat hangt ook samen met die gedachten en het naar binnen gaan. Een empress die weet hoe dat alles werkt en weet hoe dat dingen moet gaan neerzetten. Oh my god, zie. Dat is gewoon twee dezelfde boodschappen, maar in weerspiegeling 9 en 10. En met dezelfde boodschap. Dus zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke energie is dit een issue in deze connectie. Luister niet naar anderen. Zij zijn niet jou. Zij hebben niet de frequentie dat jullie hebben. Dat jullie delen. Dus luister naar dat zielslied, de soul song. En daarin ga je jouw antwoorden vinden. En wat vinden we dan? Oh my god. You are my true love, my heart and my soul. Union. See? Dat is hetgeen wat je te doen hebt. Oh my god, ik vind dat zo prachtig. Ik word er heel emotioneel van. Dit, neemt er een screenshot van. Dit is jouw uitkomst. Daar moet je op blijven focussen. Dat is hetgeen wat je moet weten. En al de rest, maakt niet uit. Al de rest heeft te maken gewoon met jouw zielsgroei om los te komen van die oude gedachten. Om los te komen... van verkeerde overtuigingen om nog dieper in je zielsgroei en in je zielsessentie te zakken. Oh, wauw. Als je persoonlijk een eigen reading wilt, dan kan je die natuurlijk reserveren via de website. Je kan ook een healing vragen als dat meer iets is wat nu op dit moment nodig is.
En dan ontvang je de healing die past bij jouw connectie, bij waar dat jij nu in jouw zielsgroei zit. Maar als we je terug via het box, hoe zei je dat? Het vakje onder de video. En daarin kan je dan naar de website navigeren en kijken wat datgene is waar je nu op dat moment naartoe getrokken wordt. Een goede oefening om te leren voelen wat dat is dat jouw intuïtie en jouw ziel je nu op dat moment naartoe brengt. Zo, dat was het voor deze video. Ik zie je en ik spreek je in de volgende. Dag!